Dus laatst ben ik weer eens bij de Wereld Draait Door hier in het Westerpark in Amsterdam. En de laatste keer zit ik echt pal achter Matthijs. En dan kom je dus op televisie. En dat heeft echt iets magisch. Heel veel mensen die naderhand tegen me zeggen van ik heb je gezien bij de Wereld Draait Door. Nou, dat klopt. En wat wel leuk is om te vertellen is dat voordat de uitzending begint, dan komt de opnameleider in de studio. En die deelt dan wat van die praktische zaken. Dat je je telefoon uit moet zetten en dat je moet klappen voor de uitzending. En voor de mensen achter Matthijs, ga vooral niet mee zitten lezen met de autocue. Want dat ziet er echt heel raar uit op televisie. Oké, dus niet meelezen. Maar waar je wel mee wilt kunnen lezen is als je een video op je smartphone bekijkt. Want de kans is groot dat je die video in stilte bekijkt, dus zonder geluid erbij. Omdat je de mensen om je heen niet wil storen. En wat je dan doet is, dan bekijk je de video in stilte en lees je dus mee met de ondertiteling. Zodat je toch kunt volgen waar de video over gaat. En misschien bekijk jij deze video nu ook wel op je smartphone zonder geluid. En lees je nu dus mee met de ondertiteling. Alleen, zo ontdekte ik, kan het zomaar zijn dat je geen ondertiteling te zien krijgt, terwijl je wel ondertiteling zou moeten zien. Ik zat bijvoorbeeld laatst op Facebook en ik bekeek een video van een klant die ik begeleid bij haar videomarketingstrategie. En aan die video hadden we natuurlijk ondertiteling toegevoegd. Want dat helpt nu eenmaal om meer kijkers voor je video te krijgen. En ik had een speciaal SRT ondertitelingsbestand laten maken. En dat bestand had ik dus toegevoegd aan die video op Facebook. Maar ik zag de ondertiteling niet op mijn smartphone in beeld. En ik dacht, hè, hoe kan het nou? Wat gaat hier fout? Want ik weet zeker dat ik het ondertitelingsbestand heb toegevoegd. En wat bleek, ik had iets niet goed ingesteld op mijn smartphone, waardoor de ondertiteling niet getoond werd. En misschien staat het bij jou ook niet goed ingesteld. En wil jij nou dat de ondertiteling van een video standaard wordt weergegeven tijdens het zien van een video op je smartphone? Nou, dat kan. Je hoeft alleen even een simpel stappenplannetje te volgen. En dat vind je gewoon op mijn website verdienenmetvideo.nl/ondertitels-aanzetten. En daar vind je trouwens ook een heel artikel over hoe je een speciaal ondertitelingsbestand maakt voor je video's en hoe je dat toevoegt aan je Facebook video's. En ondertiteling gaat je zeker helpen om meer kijkers voor je video te krijgen. Dus doe er je voordeel mee. En wil je nou meer tips ontvangen, bijvoorbeeld over concurrentie en wat je kunt doen als je last hebt van concurrenten en je het ook lastig vindt om jezelf te onderscheiden van al die anderen om je heen die misschien wel precies hetzelfde doen en misschien ook wel precies hetzelfde aanbieden als jij. En het is echt verrassend eenvoudig wat je eraan kunt doen. Dus wil je die video zien, abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. En klik op de bel naast de abonneerbutton. Dan ontvang je een melding zodra ik weer een nieuwe video heb gepubliceerd. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video.